Welkom bij hoofdstuk 7 van Thinking Grow Rich. Dit hoofdstuk gestructureerde planning, genaamd, is de zesde stap op weg naar rijkdom. Op de linkerbladzijde begint Napoleon Hill met een wereldberoemde quote van hem. De meeste mensen willen rijk zijn, maar er zijn maar weinig mensen die weten dat een vastomlijnd plan, plus een hevig verlangen naar rijkdom, de enige betrouwbare manier zijn om rijk te zijn. Nou, in het vorige hoofdstuk heb je gezien wat het belang is van jouw brandende verlangen en jouw geloof en de andere principes. Dus hier wederom geeft Napoleon heel een belangrijke verwijzing naar het belang van het hebben van een vastomlijnd plan plus een hevig verlangen naar rijkdom. De meeste mensen willen rijk zijn, maar er zijn maar weinig mensen die weten dat een vastomlijnd plan plus een hevig verlangen naar rijkdom de enige betrouwbare manier zijn om rijk te zijn. Dus vergeet alle andere manieren om je grote levensdoel te verwezenlijken. Vergeet alle andere manieren om geld te gaan verwerven. Je moet een plan hebben. En wel een vast omlijnd plan. Plus een hevig verlangen naar rijkdom. Alles wat een mens schept begint met een verlangen. De eerste stap van schepping is het verlangen. Het verlangen wordt in de eerste etappe van de reis. Meegenomen naar de werkplaats van de verbeelding. Ga maar na jouw verlangen, jouw wens, jouw doel, jouw droom. Dat verlangen wordt in jouw verbeelding omgezet in plannen en alle ideeën worden in de verbeeldingskracht of met de verbeeldingskracht georganiseerd. Alle ideeën over hoe je het kan bereiken, alle ideeën die jou kunnen helpen, dat plan, dat doel, dat levensdoel of die rijkdom, dat geldbedrag. Te gaan verwezenlijken. Verlangen komt terecht in de werkplaats van verbeelding. Daar wordt het concreter, namelijk plannen en het opschrijven van een plan. Verlangen is de eerste stap. Verbeelding is de tweede stap, omdat verlangen dus in de werkplaats van de verbeelding terechtkomt. En in de werkplaats van de verbeelding, daar wordt het plan georganiseerd. Napoleon Hill schrijft verder: In het tweede hoofdstuk hebt u instructies gekregen om zes vastomlijnde praktische stappen te doen. Op weg naar de vertaling van het verlangen naar geld in zijn financiële equivalent. In het tweede hoofdstuk heb je inderdaad die zes praktische vastomlijnde stappen gekregen. Heb je die al gemaakt? Ken jij jouw schriftelijke verklaring uit je hoofd al? Dus ik ga hier nu langs de zes praktische vastomlijnde stappen opnieuw, die uit hoofdstuk 2 komen van Thinking Grow Rich. De eerste stap is: stel het exacte bedrag vast om te bezitten. Dus je moet een exact bedrag vaststellen dat je wil bezitten. Tweede stap is: welk bedrag wil je daarvan weggeven? Derde stap is: kies de datum waarop je het geld wil bezitten. De vierde stap is stel een duidelijk plan op en begin deze meteen uit te voeren, ongeacht of je daar klaar voor bent of niet. De vijfde stap is: maak een schriftelijke verklaring waarop je het exacte bedrag zet, wat je daarvoor wil weggeven, de datum waarop je het geld wil bezitten en omschrijf het plan waarmee u het geld wil binnenhalen. De zesde stap is: lees deze twee keer per dag hardop voor. Zie en voel en geloof. Dat u al in het bezit van het geld bent. Nou, deze zes vastomlijnde praktische stappen komen van Andrew Carnegie en zijn goedgekeurd door Thomas Edison voor het bereiken van welk doel dan ook. Dus deze stappen moet je zetten met als invulling jouw doel of het bedrag dat je aan geld wil gaan verwezenlijken. Nou, als je kijkt naar de vierde stap, stel een duidelijk plan op. En begin deze meteen uit te voeren, ongeacht of je daar klaar voor bent of niet, is waar we nu verder op ingaan. Hoe je dat plan kan maken volgens de principes van Napoleon Hill. Een van deze stappen is het opstellen van één of meer duidelijke, praktische plannen, waarmee die vertaling gemaakt kan worden, schrijft Napoleon Hill hier. Hij schrijft verder: Nu krijgt u instructies hoe u praktische plannen maakt. A. Zoek aansluiting bij zoveel mensen als u nodig hebt voor het opstellen en uitvoeren van uw plannen. Daarmee maakt u gebruik van het Denktankprincipe, dat later aan bod zal komen. Het is van essentieel belang dat u deze stap uitvoert, verwaarloos haar niet. Zoek aansluiting bij zoveel mensen als u nodig hebt voor het opstellen en uitvoeren van je plannen. B. Voordat u uw Denktank samenstelt, moet u bepalen welke voordelen u aan de individuele leden van de groep zult bieden. Niemand zal voor u werken zonder uitzicht op een beloning. Geen enkel verstandig mens zal van een ander verwachten dat hij zonder tegenprestatie voor hem zal werken. Ook al hoeft dat niet in de vorm van geld te zijn. Dus denk aan de voordelen die je wilt geven aan de leden van jouw denktank. C. Zorg dat u minstens twee keer per week een bijeenkomst hebt met de leden van de denktank. En zo mogelijk nog vaker. Totdat u gezamenlijk noodzakelijke plannen tot in de details hebt opgesteld. D. Zorg voor een volmaakte harmonie tussen uzelf en elk lid van de groep. Als u deze instructie niet exact uitvoert, kunt u een mislukking verwachten. Het denktankprincipe kan niet werken als er geen perfecte harmonie heerst. Houd de volgende twee feiten voor ogen. U begeeft zich in een onderneming die voor u van het grootste belang is om van succes verzekerd te zijn. U moet voor succes waterdichte plannen opstellen. Twee is, u moet gebruik maken van de ervaringen, opleidingen, talenten en verbeeldingskracht van anderen. Niemand bezit genoeg ervaring, genoeg kennis, genoeg talent om in zijn eentje een groot fortuin te werven. Elk plan dat u aanvaardt dient een gezamenlijke schepping te zijn van uzelf en elk lid van de denktank. Het principe van de denktank is zo belangrijk dat Napoleon Hill een apart hoofdstuk besteedt verderop in dit product. De volgende alinea heet: als uw eerste plan mislukt, probeer dan een tweede. Als het eerste plan mislukt, probeer dan het tweede, enzovoort, enzovoort. Net zolang totdat je een plan hebt dat werkt. Dit is precies het punt waarop mensen struikelen: ze bezitten niet genoeg drijfkracht om nieuwe plannen te blijven bedenken. Zelfs de intelligentste mens slaagt er niet in geld te verwerven of wat dan ook te bereiken zonder praktisch uitvoerbare plannen. Houd dat voor ogen. Ja, hier gaat Napoleon Eel dus diep in op het belang van een plan. Jij die nu luistert, heb jij een plan? Heb jij een praktisch uitvoerbaar en gedetailleerd plan hoe jij het fortuin gaat vergaren of het levensdoel gaat verwezenlijken dat je mee bezig bent om te verwezenlijken? Hoe ga jij je brandend verlangen of je verlangen omzetten in een fysiek equivalent? Oftewel, hoe ga je je doel verwezenlijken? Daarvoor heb je dus een praktisch uitvoerbaar plan nodig. Nou, dit hoofdstuk, georganiseerde planning, geeft jou allerlei ideeën en concrete, volgbare instructies hoe je een plan maakt dat waterdicht is. Napoleon Hill schrijft verder. En als uw plannen mislukken, besef dan dat tijdelijke tegenslag nog geen definitieve mislukking is. Als uw plannen mislukken, besef dan dat tijdelijke tegenslag nog geen definitieve mislukking is. He, dus je kan een tegenslag hebben, of pech hebben, of dat iets niet lukt, of iets niet gelijk de eerste keer lukt, of wat dan ook. Besef dat dat geen definitieve mislukking is. Het betekent waarschijnlijk alleen dat uw plannen niet geschikt waren. Bedenk andere plannen, begin helemaal opnieuw. Tijdelijke tegenslag betekent slechts één ding, dat er iets aan je plan mankeert. Dus hier zie je hoe je kijkt naar tegenslag of tijdelijke tegenslag. Het betekende, je plan was niet het geschikte plan. Je moet dus een ander plan bedenken of maken, zodat je alsnog krijgt wat je wil. Of je doel kan bereiken. Maak een nieuw plan. Miljoenen mensen leiden een leven vol armoede en ellende omdat ze geen geschikt plan hebben. Waarmee ze een fortuin kunnen maken. Miljoenen mensen leiden een leven vol armoede en ellende omdat ze geen geschikt plan hebben. Hier dus wederom het belang van een geschikt plan. Uw succes overtreft nooit de geschiktheid van uw plannen. Ja, dus hier zet hij het zelfs op één lijn. Jouw succes is evenredig met het plan dat je hebt. Je kunt je succes bereiken, je levensdoel bereiken of het fortuin vergaren wat je wil, met het geschikte plan. Niemand krijgt klappen, schrijft Napoleon Hill hier, zolang hij niet opgeeft in zijn eigen geest. James J. Hill had te kampen met tegenslag bij zijn eerste poging. Om kapitaal te verwerven voor de aanleg van een spoorlijn van de Amerikaanse oostkust naar de westkust. Ook hij wist tegenslag om te vormen in een overwinning. Door nieuwe plannen te bedenken. Dus Napoleon Hill heeft duizenden mensen geïnterviewd. Daarvan heeft hij de 500 miljonairs het recept, de succesformule in principes omgezet. Door middel van dit product. Met zijn boek Thinking Grow Rich. En hij leert hier nu aan jou dat tegenslag om te vormen is in een overwinning. Door nieuwe plannen te bedenken. Mensen die grote fortuinen hebben vergaard, zien we vaak alleen voor zover ze succes hebben gehad. Maar de tegenslagen die ze moesten overwinnen, zien we over het hoofd. Nou, wanneer je dus mensen ziet die super succesvol zijn, eh, bijvoorbeeld in beroemdheden, maar ook miljonairs, mensen die uitvindingen hebben gedaan. Of grote stappen hebben gezet met vrijwilligerswerk. Of mensen die sowieso succes hebben, bijvoorbeeld in de sport. Op alle terreinen waar mensen succes hebben, zie je vaak niet de tegenslagen die ze hebben moeten overwinnen. De nieuwe plannen die ze hebben moeten maken. De doorzettingsvermogen. Het brandende verlangen wat steeds sterker moest worden. En het geloof in zichzelf. Het geloof in het bereiken dat het doel mogelijk is. Mensen die grote fortuin hebben vergaat, zien we vaak alleen voor zover ze succes hebben gehad. Maar de tegenslagen die ze moesten overwinnen, zien we over het hoofd. Geen enkele aanhanger van deze filosofie moet verwachten dat hij een fortuin kan verdienen zonder tegenslag te ontmoeten. Met andere woorden, je krijgt dus tegenslag. Je kan niet om tegenslag heen. De sleutel zit er maar in hoe je ermee omgaat. En hier geeft Napoleon-Hill dus een eerste sleutel: bedenk een nieuw plan. Als u met tegenslag te maken krijgt, dient u dat te zien als een signaal dat uw plannen niet geschikt waren. En dat is een mooi cadeau hè, dat je krijgt van de natuur. Een tegenslag. Dat geeft namelijk aan: hey, het plan wat je nu doet, dat werkt niet. Je moet een ander plan bedenken. Napoleon-Hill schrijft verder: verander uw plannen. En zet nogmaals koers naar uw felbegeerde doel. Als u er de brui aan geeft voordat u uw doel hebt bereikt, bent u een opgever. Nou, dat klopt natuurlijk. Hè. Als je stopt voordat je je doel bereikt, of als je je fortuin nog niet hebt vergaard en je geeft op, dan ben je inderdaad een opgever. Napoleon Hill heeft hier een mooie uitspraak van: Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op. Dat klopt. Dus de winnaars die je. Vaak ziet alleen maar op het moment dat ze hun succes hebben bereikt. en niet de weg ernaartoe met hun tegenslagen hebt gezien. die hebben inderdaad niet opgegeven. Dus wanneer je een winnaar ziet. of een winnaarster, op welk gebied dan ook. dan weet je dat die persoon niet heeft opgegeven. Ik ga hem nog één keer herhalen. Als u er de brui aan geeft voordat u uw doel hebt bereikt. bent u een opgever. Een opgever wint nooit. en een winnaar geeft nooit op. Geld is op zich niets anders dan trage materie. Het kan niet bewegen, denken of praten. Maar het kan wel horen wanneer iemand het roept om te komen. Door niet op te geven, roep je het geld om te komen. Wanneer je een tegenslag hebt en je geeft niet op, je bedenkt een nieuw plan en je blijft koersen op je doel, felbegeerde doel, dan roep je geld om te komen. Volgende alinea heet de verkoop van diensten plannen. Verstandige planning is essentieel voor succes in elke onderneming die rijkdom moet opleveren. Hier volgen gedetailleerde instructies voor degene die met verkoop van diensten een aanzet tot rijkdom wil maken. Bijna alle fortuinen beginnen vanuit beloningen voor diensten of vanuit de verkoop van ideeën. Wat kan iemand die geen bezittingen heeft anders geven in ruil voor geld? De volgende alinea heet: De meeste leiders beginnen als ondergeschikte. We kunnen de mensen verdelen in twee typen. Het ene type is de leider en de andere de ondergeschikte. Stel om te beginnen vast of u in uw beroep leider wilt worden of ondergeschikte wilt blijven. Het verschil in beloning is erg groot. De ondergeschikte kan niet de beloning verwachten waarop een leider aanspraak kan maken. Ook al maken veel ondergeschikten de vergissing dat wel te verwachten. Iemand die een leider heel doeltreffend weet te volgen, ontwikkelt zich meestal het snelst tot leider. Een verstandig ondergeschikte heeft op veel punten een voorsprong, zoals de vaardigheid om kennis van zijn leider over te nemen. De volgende linie heet De belangrijkste kenmerken van leiderschap. De volgende factoren zijn belangrijk voor leiderschap. Napoleon Hill gaat hier nu elf factoren opzommen, opnoemen, die belangrijk zijn voor leiderschap. Dus jij die leider hebt gekozen te worden in jouw beroep, of in jouw business, of in jouw leven, let goed op, deze elf factoren zijn belangrijk voor leiderschap. De eerste is onwankelbare moed, die gebaseerd is op zelfkennis en professionele kennis. Ja, dus je moet onwankelbare moed hebben. En die onwankelbare moed is gebaseerd op jouw zelfkennis. Verderop in het hoofdstuk allerlei vragen die je kan beantwoorden waardoor je zelfkennis door het plafond gaat. Waarmee je dus meer moed ontwikkelt zodat je die leider kan zijn die je wenst te zijn. Geen enkele ondergeschikte wil een leider boven zich hebben die niet genoeg zelfvertrouwen en moed heeft. Geen enkele verstandige ondergeschikte wil erg lang door zo'n leider gedomineerd worden. Tweede factor, zelfbeheersing. Iemand die zichzelf niet kan beheersen, kan nooit anderen beheersen. Een leider met zelfbeheersing vormt een prachtig voorbeeld voor zijn ondergeschikte. De intelligentere onder hen zullen dat voorbeeld proberen te evenaren. Derde factor, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid. Zonder gevoel voor billijkheid en rechtvaardigheid kan geen enkele leider het respect van zijn ondergeschikte afdwingen en handhaven. Vierde factor: besluitvaardigheid. Iemand die aarzelt bij het nemen van besluiten laat merken dat hij niet zeker is van zichzelf en kan niet succesvol leiding geven. Vijfde factor: vastomlijnde plannen. Een succesvolle leider moet zijn werk plannen en zich ook aan die planning houden. Een leider die een willekeurig traject volgt zonder praktisch vastomlijnd plan is te vergelijken met een schip zonder roer. Vroeg of laat loopt hij op de rotsen. Dus hier gaat Napoleon in op de vijfde factor van succes in leiderschap, namelijk vastomlijnde plannen. Een succesvol leider moet zijn werk plannen en zich aan die planning houden. Zonder plan loop je vroeg of laat op de rotsen. Zesde factor: de gewoonte om meer te doen dan waarvoor hij betaald wordt. Een van de nadeligste gevolgen van leiderschap is dat de leider bereid moet zijn om meer te doen dan zijn ondergeschikte. Zevende factor: een prettige persoonlijkheid. Iemand die onverschillig is en er onverzorgd bij loopt, kan nooit een succesvol leider worden. Leiderschap vraagt om respect. Ondergeschikten zullen nooit respect hebben voor een leider die niet in alle opzichten een prettige persoonlijkheid is. Achtste factor: sympathie en begrip. Een succesvolle leider moet welwillend staan tegenover zijn ondergeschikten. Hij moet begrip hebben voor hen en hun problemen. Negende factor: aandacht voor detail. Succesvol leiderschap vraagt om beheersing van de leidende positie tot in de kleinste details. Tiende factor, de bereidheid om volledige verantwoordelijkheid te dragen. Een succesvol leider moet bereid zijn om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de fouten en tekortkomingen van zijn ondergeschikte. Als hij die verantwoordelijkheid van zich af probeert te schuiven, raakt hij zijn leiderschap snel kwijt. Als een van zijn ondergeschikten een fout maakt, omdat hij zijn werk niet aan kan, moet de leider beseffen dat hij zelf faalt. Elfde factor, samenwerking. Een succesvol leider moet het principe van gezamenlijke inspanning begrijpen en toepassen. Hij moet zijn ondergeschikte ertoe kunnen bewegen hetzelfde te doen. Leiderschap vraagt om macht en macht vraagt om samenwerking. Je hebt nu elf factoren gehoord die belangrijk zijn voor het hebben van succes in leiderschap. Napoleon Hill geeft hier nu tien belangrijke oorzaken van mislukking in leiderschap. Hij schrijft, we bespreken nu de grootste fouten die falende leiders maken. Het is immers even belangrijk te weten wat we niet moeten doen, als te weten wat we wel moeten doen. Dus de eerste oorzaak van mislukking in leiderschap is het onvermogen om tot in details te organiseren. Een efficiënt leider moet tot in de detail organiseren en kleinigheden niet over het hoofd zien. Geen enkele leider heeft het ooit te druk om iets te doen wat van hem als leider gevraagd wordt. Als iemand of hij nu leider of ongeschikt is, toegeeft dat hij het te druk heeft om zijn plannen bij te stellen of om aandacht aan een dringende kwestie te besteden, geeft toe dat hij niet geschikt is. De succesvolle leider mag geen enkel detail dat hij in zijn positie tegenkomt aan zijn aandacht laten ontsnappen. De tweede oorzaak van mislukking in leiderschap is de onwil om eenvoudig werk te doen. Grote leiders zijn bereid, als de omstandigheden erom vragen, elk soort werk aan te pakken dat ze gewoonlijk door een ander laten doen. De grootste onder u zal de knecht van allen zijn, is een waarheid die alle bekwame leiders erkennen en respecteren. De derde oorzaak van mislukking in leiderschap is de verwachting dat ze betaald krijgen voor wat ze weten. En niet met wat ze doen met wat ze weten. De wereld betaalt mensen niet voor wat ze weten, maar voor wat ze doen of om wat ze anderen laten doen. Vierde oorzaak van mislukking in leiderschap is de angst voor concurrentie door ondergeschikten. De leider die bang is dat zijn ondergeschikte zijn positie zal innemen, kan er zeker van zijn dat die angst vroeg of laat werkelijkheid zal worden. De bekwame leider instrueert zijn plaatsenvanger tot in de kleinste details voor het geval hij iets delegeert. Alleen op die manier kan een leider op meer plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn en op hetzelfde moment aandacht schenken aan vele dingen. Het is een eeuwige waarheid dat mensen meer kunnen verdienen met hun vermogen om anderen te laten werken. Dan ze op eigen kracht zouden kunnen verdienen. Een efficiënte leider kan met zijn vakkennis en met zijn magnetische persoonlijkheid het prestatievermogen van andere mensen drastisch verhogen. Ook kan hij hen bewegen tot meer en betere dienstverlening dan ze zonder zijn hulp zouden bieden. Vijfde oorzaak van mislukking in leiderschap is gebrek aan fantasie. Zonder fantasie kan een leider geen noodsituaties aanpakken. Evenmin kan hij. Plannen ontwikkelen waarmee hij zijn ondergeschikte efficiënt kan aansturen. Zesde oorzaak van mislukking in leiderschap is zelfzucht. De leider die alle eer voor het werk van zijn ondergeschikte voor zichzelf opeist, wekt onvermijdelijk wrok bij zijn ondergeschikte. Een grote leider trekt geen enkele eer naar zich toe. Hij is tevreden als de eer naar zijn ondergeschikte gaat, want hij weet. Dat de meeste mensen harder werken voor lof en erkenning dan voor geld alleen. Zevende oorzaak van mislukking in leiderschap is onmatigheid. Ondergeschikte hebben geen respect voor een onmatige leider. Bovendien is onmatigheid in elke vorm funest voor weerstand en vitaliteit. Achtste oorzaak van, van mislukking in leiderschap is gebrek aan loyaliteit. Misschien had deze fout bovenaan de lijst moeten staan, schrijft Napoleon Hill. De leider die niet loyaal is aan zijn onderneming en zijn partners, aan zijn superieuren en ondergeschikten, zal niet langer leider zijn. Gebrek aan loyaliteit maakt iemand tot minder dan een de stof der aarde en roept de verachting over zich af die hij verdient. Gebrek aan loyaliteit is op elk gebied van het leven een van de belangrijkste oorzaken van mislukking. Negende oorzaak van mislukking in leiderschap is de nadruk op het gezag van de leider. Een efficiënte leider geeft leiding door zijn ondergeschikten aan te moedigen en niet door hen bang te maken. Een leider die met zijn gezag indruk wil maken op zijn ondergeschikten, komt gevaarlijk dicht in de buurt van leiderschap met dwang. Als iemand een echte leider is, kan hij dat duidelijk maken met zijn gedrag, met zijn sympathie, begrip en redelijkheid en met zijn vakkennis. De oorzaak van mislukking in leiderschap is de nadruk op een titel. Een talentvol leider heeft geen titel nodig om respect van zijn ondergeschikten te krijgen. Iemand die veel gewicht hecht aan zijn titel heeft meestal weinig anders te bieden. De deur van een kantoor van een echte leider staat open voor iedereen die binnen wil komen. In zijn kantoor hangt een informele sfeer. Bestudeer de lijst zorgvuldig als u een goed leider wilt worden en let erop dat u die fouten niet maakt. De kapitaalwaarde van uw diensten, heet de volgende alinea. Iemand die al zijn inkomen haalt uit de verkoop van zijn diensten is evenzeer een handelaar als iemand die goederen verkoopt. Hij is aan precies dezelfde gedragsregels onderworpen als de verkoper van goederen. De tijd van pakken wat je pakken kunt is voorbij. Het is nu de tijd van klaarstaan voor de klant. De kapitaalswaarde van uw hersenen is te bepalen aan de hand van het inkomen dat u met uw diensten weet te verdienen. Napoleon Hill gaat nu 31 belangrijke oorzaken van mislukking opnoemen. De grootste tragedie die een mens kan overkomen is dat ze serieuze pogingen verrichten en mislukken. Dit is met name zo tragisch omdat het aantal mensen dat mislukt overweldigend groot is. vergeleken bij het geringe aantal mensen dat slaagt. Ik heb het voorrecht, zegt Napoleon Hill. gehad met duizenden mensen te kunnen praten. van wie 98% als mislukt beschouwen was, te beschouwen was. Dus het boek Thinking Rich is gebaseerd op de mindset. en de acties van 500 miljonairs. Echter heeft Napoleon Hill ook duizenden mensen geïnterviewd waar hij van zegt het voorrecht te hebben gehad, om met hun te praten van wie 98% als mislukt te beschouwen was. Uit mijn analyse van gesprekken bleek dat er 31 belangrijke oorzaken van mislukking zijn aan te wijzen. En 13 principes voor het vergaren van fortuinen. Dus let goed op, ik ga je nu de 31 oorzaken die Napoleon Hill in zijn analyse heeft opgedaan geven. Daarnaast zijn er dus dertien principes voor het vergaren van fortuinen. Dus de dertien principes voor het vergaren van fortuinen zijn beschreven in dit product, in het boek Thinking Grow Rich. Dus wanneer jij, die luistert, een van die oorzaken in je eigen leven of in je eigen denken opmerkt, die ik zo ga opnoemen, dan heb je dus belangrijke informatie om te gaan veranderen, zodat je alsnog in de plaats daarvan. De 13 principes voor het vergaren van fortuinen kan gaan toepassen, zodat je succes bereikt, succes hebt, blijft hebben. en je grote levensdoel bereikt. of het grote fortuin, of wat voor fortuin dan ook, en jij wilt vergaren. We geven hier een beschrijving van de 31 belangrijkste oorzaken van mislukking. Napoleon Hill schrijft, let op. Ga na hoeveel van deze oorzaken in uw geval belemmeringen zijn voor het bereiken van succes. Ga na hoeveel van deze oorzaken in uw geval belemmeringen zijn voor het bereiken van succes. De eerste oorzaak van de 31 van mislukking is ongunstige erfelijke achtergrond. Er is weinig of niets te doen voor mensen die zijn geboren met te weinig denkvermogen. Onze filosofie, de filosofie van Think and Grow Rich, biedt slechts één manier om deze zwakheid te overbruggen, te weten het vormen van een denktank. U moet echter goed beseffen dat dit de enige oorzaak van mislukking is die niet gemakkelijk te verhelpen is. Tweede oorzaak, het ontbreken van een vastomlijnd doel in het leven. Wie geen hoofddoel of vastomlijnd doel heeft om naar te streven, hoeft niet te rekenen op succes. Van elke 100 mensen die ik heb gesproken, hadden er 98 geen doel dat ze wilden bereiken. Dat was misschien wel de belangrijkste oorzaak van hun mislukking. Derde oorzaak is het ontbreken van de ambitie om boven de middelmaat uit te stijgen. We bieden geen hoop aan iemand die zo onverschillig is dat hij geen vooruitgang in het leven wil boeken en daar evenmin een prijs voor wil betalen. Vierde oorzaak: onvoldoende opleiding. Dat tekort is betrekkelijk gemakkelijk op te heffen. De ervaring wijst uit dat de best opgeleide mensen vaak diegenen zijn die zichzelf maatschappelijk hebben opgewerkt of aan hun eigen algemene ontwikkeling hebben gewerkt. Algemeen ontwikkeld is hij die heeft geleerd te krijgen wat hij wil, zonder de rechten van andere mensen te schenden. Ontwikkeling bestaat niet uit pure kennis, maar uit kennis die effectief is en met volharding toegepast wordt. Mensen verdienen hun brood niet met wat, wat ze weten, maar met wat ze daarmee doen. Vijfde oorzaak van mislukking: gebrek aan zelfdiscipline. Discipline is een kwestie van zelfbeheersing. Dat betekent dat we alle negatieve eigenschappen onder controle moeten hebben. Voordat u de omstandigheden naar uw hand kunt zetten, moet u, de, moet u eerst uzelf onder controle krijgen. De ontwikkeling van zelfdiscipline is de moeilijkste opdracht die u uzelf kunt geven. Als u uzelf niet verovert, wordt u door uzelf veroverd. Kijk eens in de spiegel, dan ziet u misschien op één en hetzelfde moment uw beste vriend en uw grootste vijand. Zesde oorzaak van mislukking is een slechte gezondheid. Niemand kan grote successen boeken als hij niet gezond is. Een echte gezondheid is vaak, een slechte gezondheid is vaak het gevolg van gebrekkige zelfdiscipline. De belangrijkste oorzaken zijn te veel ongezond voedsel eten, verkeerde denkgewoonten hebben, uiting geven aan negatieve gedachten en gevoelens, verkeerd en overdreven seksgedrag, gebrek aan lichaamsbeweging. Zevende oorzaak van mislukking: ongunstige milieu-invloeden tijdens de jeugd. Zoals de tak gebogen wordt, groeit de boom. De meeste mensen die crimineel gedrag vertonen, hebben in hun jeugd een slecht milieu gehad en zijn met de verkeerde vrienden omgegaan. Achtste oorzaak: uitstel. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van mislukking. Heel veel mensen wachten eindeloos op een gunstige gelegenheid en laten kansen op succes aan hun neus voorbij gaan. Ze gaan door het leven als mislukkingen en omdat ze wachten tot de tijd tussen aanhalingstekens rijp is om iets te beginnen. Wacht niet langer. De tijd zal nooit tussen aanhalingstekens rijp zijn. Begin op de plek waar u staat en werk met de middelen die u ter beschikking staan. U krijgt dan vanzelf betere middelen in handen. He, dus dat is het uitstelgedrag. Werk met de middelen die je nu hebt. En wanneer je daar alles doet, krijg je vanzelf nieuwe kansen. Negende oorzaak van mislukking is een gebrek aan doorzettingsvermogen. De meeste mensen van ons zijn goede beginners, maar slechte voltooiers. Van wat we ook beginnen. We zijn vaak geneigd op te geven bij het eerste teken van mislukking. Daar hebben we het eerder over gehad. Hebben we gezien dat dat betekent dat je een nieuw plan moet maken. Een gebrekkig doorzettingsvermogen is niet te compenseren met iets anders. Wie doorzetten tot zijn slogan maakt, zal ontdekken dat meneer Mislukking er uiteindelijk de brui aan geeft en uit het zicht verdwijnt. Mislukking kan niet tegens, tegen doorzettingsvermogen op. 10. Negatieve persoonlijkheid. Wie mensen van zich afstoot vanwege negatief karakter hoeft niet op succes te rekenen. Alleen met macht is succes te boeken. En macht vloeit voort uit de gezamenlijke inspanning van andere mensen. Een negatieve persoonlijkheid brengt geen samenwerking tot stand. 11e oorzaak van mislukking: gebrek aan beheersing van seksuele driften. Seksuele energie is de krachtigste drijfveer van mensen om in actie te komen. Daarom moeten de seksuele driften onder controle blijven voor omzetting en kanalisering naar andere activiteiten. Twaalfde oorzaak van mislukking is onbeheerst verlangen naar iets voor niets. Het gokinstinct brengt miljoenen mensen tot mislukking. Een bewijs hiervoor is de Wall Street kracht van 1929. De miljoenen mensen geld wilden verdienen door te gokken, op koerswinsten. Nou, dat is natuurlijk een zeer gedateerd voorbeeld, omdat het boek is geschreven in 1937. Echter, het idee van het verlangen voor iets voor niets bestaat nu natuurlijk en is zo oud als de mens zelf. Echter, is dat dus een oorzaak voor mislukking, het verlangen voor iets voor niets. De dertiende oorzaak van mislukking is gebrek aan besluitvaardigheid. Succesvolle mensen weten snel besluiten te nemen. En alleen als het nodig is, stellen ze die heel langzaam bij. Mensen die mislukken, nemen heel traag beslissingen als ze al zo komen, en veranderen die heel vaak en heel snel. Veertiende oorzaak: één of meer van de zes basisangsten. Deze angsten komen in een later hoofdstuk aan bod. U moet ze de baas worden voordat u uw diensten met succes kan aanbieden. Vijftiende oorzaak van mislukking is de verkeerde keuze van huwelijkspartner. Dit is een zeer wijdverbreide oorzaak van mislukking. Het huwelijk brengt mensen zeer dicht bij elkaar. Als de relatie niet harmonieus is, loopt het op de meeste gevallen op een mislukking uit. Bovendien is dat een vorm van mislukking die veel ellende en ongeluk met zich meebrengt en elke ambitie vernietigt. Zestiende oorzaak van mislukking is overdreven voorzichtigheid. Iemand die geen kansen aangrijpt, moet over het algemeen genoegen nemen met wat er overblijft nadat anderen hun keuze hebben gemaakt. Overdreven voorzichtigheid is even slecht als roekeloosheid. Het zijn allebei uiterste waarvoor gewaakt moet worden. Het leven biedt een zee van kansen. Zeventiende oorzaak van mislukking is een verkeerde selectie van zakelijke partners. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken in mislukking in zakendoen. Bij het aanbieden van diensten moeten we met de grootste zorg een werkgever uitkiezen die een inspirerende invloed heeft, intelligent is en succes heeft. We proberen degene met wie u het nauwst samenwerkt te evenaren. Herstel, we proberen degene met wie we het nauwst samenwerken te evenaren. Kies een werkgever die u graag evenaart. Achttiende oorzaak van mislukking is bijgeloof en vooroordeel. Bijgeloof is een vorm van angst. Het is ook een teken van onwetendheid. Mensen die succes hebben hebben geen vooroordelen en zijn nergens bang voor. 19e oorzaak van mislukking is een verkeerde beroepskeuze. Niemand kan succes boeken in een richting die hem niet aanstaat. De belangrijkste stap bij het aanbieden van diensten is het kiezen van een beroep waarop u zich met heel uw hart en ziel op kan storten. Twintigste oorzaak van mislukking is gebrek aan concentratie. Iemand die van alle markten thuis is, is zelden ergens goed in. Concentreer uw inspanningen op het bereiken van één bepaald doel. 21ste oorzaak van mislukking is de gewoonte om geld over de balk te smijten. Succes is niet voor de verkwister weggelegd, schrijft Napoleon Hill. Hij leeft namelijk voortdurend in angst voor armoede. Voor de gewoonte om geregeld een vast... Percentage van uw inkomen opzij te leggen is een goede beslissing. Geld op de bank geeft u een veilige basis van vertrouwen als u moet onderhandelen over de prijs van uw dienstverlening. Als u geen financiële reserve hebt, moet u tevreden zijn met wat ze u willen geven. De 22e oorzaak van mislukking is een gebrek aan enthousiasme. Zonder enthousiasme komt niemand overtuigend over. Bovendien is enthousiasme aanstekelijk. Over het algemeen staat elke groep mensen. Open voor iemand die enthousiast is. 23e oorzaak is onverdraagzaamheid. Wie nergens voor open staat, maakt zelden enige vooruitgang. Onverdraagzaamheid betekent dat iemand geen nieuwe kansen meer opdoet. De meest schadelijke vormen van onverdraagzaamheid hangen samen met meningsverschillen op godsdienstig, raciaal en politiek gebied. 24e oorzaak is onmatigheid. De meest schadelijke vormen van onmatigheid zijn te veel eten, te veel drinken en te veel seksuele activiteit. Te grote toegefelijkheid op deze gebieden is fataal voor succes. 25ste oorzaak van mislukking is een onvermogen om met andere mensen samen te werken. Dit gebrek is er. Meer dan andere gebreken bij elkaar, de oorzaak van dat mensen hun functies kwijtraken en hun kansen in het leven verprutsen. Het is een gebrek dat geen enkele goed geïnformeerde zakenman of leider door de vingers zal zien. 26e oorzaak van mislukking is bezit van macht die niet op eigen kracht is verworven. Nou, dit slaat op kinderen van welvarende ouders en anderen die geld erven dat ze niet zelf hebben verdiend. Macht in handen van iemand die zich er niet voor heeft ingespannen, is vaak fataal voor succes. Snel verworven rijkdom is gevaarlijker dan armoede. 27e oorzaak van mislukking is opzettelijke oneerlijkheid. Eerlijkheid is onvervangbaar. Iemand kan tijdelijk door omstandigheden gedwongen worden tot oneerlijk gedrag en hoeft daar geen blijvende schade van te ondervinden. Maar er is geen hoop voor iemand die uit vrije keuze oneerlijk is. Vroeg of laat zullen zijn daden hem achterhalen. Dan zal hij zijn reputatie verliezen en misschien zelfs zijn vrijheid. 28e oorzaak: eigenwaan en ijdelheid. Deze eigenschappen werken op andere mensen als rode waarschuwingslampen. Ze zijn fataal voor succes. 29. Oorzaak: raden in plaats van nadenken. De meeste mensen zijn te onverschillig of te lui om feiten te verzamelen en daar glashelder over na te denken. Ze handelen liever op grond van meningen die zijn opgebouwd uit vermoedens of op grond van overhaaste doelen. 30. Oorzaak van mislukking is gebrek aan kapitaal. Dit is een algemene voorkomende oorzaak van mislukking bij beginnende zakenlieden die niet genoeg financiële reserve hebben om de klappen van een mislukking op te vangen. Totdat ze een goede naam hebben opgebouwd. De 31ste oorzaak van mislukking, schrijft Napoleon heel hier. Noem hier zelf de oorzaak van een mislukking waarmee u te kampen heeft gehad. Voor zover hier nog niet genoemd. Dus daar kun je, als je een oorzaak hebt die nog niet genoemd is, van mislukking. Die heeft wel in je eigen leven meegemaakt, toevoegen aan de 31ste. Dus ik sluit mij achter het advies van Napoleon heel aan, dat hij in het begin van de 31 oorzaken beschrijft, ga na hoeveel van deze oorzaken in uw geval belemmeringen zijn voor het bereiken van succes. Wanneer je volledig gemotiveerd bent geraakt om jouw doel te bereiken. En je wilt volledig gaan voor het bereiken van jouw succes, jouw fortuin of jouw levensdoel. Kijk dan welke van de 31 oorzaken van mislukking in jouw leven een rol spelen, die je dus moet veranderen. Ik ga ze nu op een rij zetten, maar alleen de eerste woorden ervan, zodat je er nog een keer overheen kan gaan. Het belangrijkste is om wakker te worden en te ontdekken welke oorzaken in. Uw geval belemmeringen zijn voor het bereiken van succes. Dus de eerste was een ongunstige erfelijke achtergrond. De tweede is het ontbreken van een vastomlijnd doel in het leven. Ha, heb jij een vastomlijnd doel in het leven? Als je dat niet hebt, dat is dus een oorzaak van mislukking. Derde oorzaak is het ontbreken van de ambitie om boven de middelmaat uit te stijgen. Vierde is onvoldoende opleiding. De vijfde is gebrek aan zelfdiscipline. Zesde is slechte gezondheid. Zevende oorzaak is ongunstige milieuinvloeden tijdens de jeugd. Achtste oorzaak is uitstel of uitstelgedrag. Negende oorzaak is gebrek aan doorzettingsvermogen. Tiende oorzaak negatieve persoonlijkheid. Elfde oorzaak gebrek aan beheersing van seksuele driften. Twaalfde oorzaak: onbeheersverlangen naar iets voor niets. Dertiende oorzaak: gebrek aan besluitvaardigheid. Veertiende oorzaak: één of meer van de zes basisangsten. Daar wordt een apart hoofdstuk aan besteed. Vijftiende oorzaak: verkeerde keuze van huwelijkspartner. Zestiende oorzaak: overdreven voorzichtigheid. 17e oorzaak verkeerde selectie van zakelijke partners. 18e oorzaak bijgeloof en vooroordeel. 19e oorzaak verkeerde beroepskeuze. 20e oorzaak gebrek aan concentratie. 21e oorzaak de gewoonte om geld over de balk te smijten. 22e oorzaak gebrek aan enthousiasme. 23e oorzaak: onverdraagzaamheid. 24e oorzaak: onmatigheid. 25e oorzaak: onvermogen om met anderen samen te werken. 26e oorzaak: bezit van macht die niet op eigen kracht is verworven. 27e oorzaak: opzettelijke oneerlijkheid. 28ste oorzaak, eigenwaan en ijdelheid. 29ste oorzaak, raden in plaats van nadenken. 30ste oorzaak, gebrek aan kapitaal. En de enige 31ste oorzaak is dus, noem hier zelf de oorzaak van de mislukking waarmee u te kampen heeft gehad, voor zover hier nog niet genoemd. Napoleon Hill schrijft verder: Deze 31 meest voorkomende vormen van mislukking vormen de tragedie van het leven, waarin vrijwel iedereen die pogingen doet en mislukkingen te verwerken krijgt zichzelf kan herkennen. Het kan heel praktisch zijn met iemand die u goed kent de lijst door te nemen om te zien welke oorzaken op u van toepassing zijn. Voor sommige mensen is het nuttig dit juist alleen te doen, maar de meeste mensen kunnen zichzelf niet zien zoals anderen hen zien. U bent misschien één van hen. U dient al uw zwakke punten te kennen en ze te verhelpen of te verbloemen. U dient sterke kanten te kennen om die ten volle te benutten bij de verkoop van uw diensten. U kunt alleen zelfkennis opbouwen door uzelf nauwkeurig te analyseren. De volgende alinea heet: Weet wat u waard bent. Geld willen hebben is één ding. Iedereen wil altijd meer, maar meer waard willen zijn, dat is iets heel anders. Ik ga nog een keer lezen, is een belangrijke zin. Geld willen hebben is één ding. Iedereen wil altijd meer, maar meer waard willen zijn is iets heel anders. Veel mensen verwarren hun wensen met wat hun toekomt. Uw financiële verlangens of eisen hebben niets te maken met wat u waard bent. Uw waarde hangt geheel af van uw vermogen om nuttige diensten te verlenen, of uw capaciteit om andere zulke diensten te laten verlenen. De volgende alinea heet: maak een inventarisatie van uzelf. De inventarisatie van jezelf, daar heeft Napoleon Hill een vragenlijst voor. 28 vragen die je kan beantwoorden waarin je daarmee belangrijke zelfkennis opdoet. Deze alinea maakt een inventarisatie van uzelf, kun je vergelijken met een jaarlijkse zelfanalyse. Napoleon Hill schrijft: "Jaarlijkse zelfanalyse is van essentieel belang als u uw diensten zo effectief mogelijk wilt aanbieden. In de handel van goederen geldt hetzelfde voor de jaarlijkse inventaris." De jaarlijkse analyse dient een afname van fouten en een toename van deugden te laten zien. Een mens gaat vooruit, staat stil of gaat achteruit in het leven. Ieders doel hoort natuurlijk vooruitgang te zijn. Jaarlijkse zelfanalyse zal duidelijk maken of er vorderingen zijn gemaakt en zo ja, welke. Ook zullen achterwaartse bewegingen boven tafel komen. Uw antwoorden kunt u het beste doornemen met iemand die niet toestaat dat u de hand ligt met de nauwkeurigheid van uw antwoorden. Dus hier komen 31, sorry, 28 vragen. Voor zelfanalyse. En wanneer je de antwoorden hebt, is het beste deze dus te bespreken met iemand die u niet toestaat dat u de hand ligt met de nauwkeurigheid van uw antwoorden. De eerste vraag is: Heb ik het doel bereikt dat ik mezelf heb gesteld voor dit jaar? U dient te werken met een vastomlijnd jaarlijks doel dat onderdeel is van uw grote levensdoel. Dus de vraag is: Heb ik het doel bereikt dat ik mezelf heb gesteld voor dit jaar? Tweede vraag. Is mijn dienstverlening van de beste mogelijke kwaliteit geweest of had ik mijn diensten in enig onderdeel kunnen verbeteren? Derde vraag. Heb ik mijn diensten verleend in de grootst mogelijke kwantiteit waartoe ik in staat was? Vierde vraag. Is mijn gedrag het hele jaar harmonieus geweest en gericht op samenwerking? Vijfde vraag. Heb ik mijn efficiëntie laten aantasten door mij aarzelend te gedragen? En zo ja, in welke mate? Zesde vraag. Heb ik mijn persoonlijkheid verbeterd? En zo ja, op welke manier? Zevende vraag. Ben ik volhardend geweest in het streven naar voltooiing van mijn plannen? Achtste vraag. Heb ik in alle gevallen op een directe en vastberaden manier beslissingen genomen? Negende vraag. Heb ik mijn efficiëntie laten aantasten door één of meer van de zes basisangsten? Tiende vraag. Ben ik overdreven voorzichtig geweest of roekeloos? Elfde vraag. Is mijn relatie met mijn partners op het werk plezierig of onplezierig geweest? Als zij onplezierig was, lag dat dan geheel of gedeeltelijk aan mij? 12e vraag: Heb ik een deel van mijn energie laten wegglippen door me te weinig op mijn opdracht te concentreren? 13e vraag: Heb ik opengestaan voor iedereen? Ben ik verdraagzaam geweest? 14e vraag. Op welke manier heb ik mijn bekwaamheid in het verlenen van diensten verbeterd? Vijftiende vraag. Ben ik in enige opzicht onmatig geweest? 16 vraag: heb ik enige blijk van eigenwaan gegeven? Het zij openlijk, het zij verborgen. 17e vraag: is mijn gedrag jegens mijn collega's zodanig geweest dat ze mij hebben gerespecteerd? 18e vraag: heb ik mijn meningen en besluiten gebaseerd op vermoedens of op zorgvuldige analyse en denkwerk? 19. Vraag. Heb ik consequent beramingen gemaakt van mijn tijd, mijn inkomsten en mijn uitgaven? En heb ik me aan die beramingen gehouden? 20. Vraag. Hoeveel tijd heb ik besteed aan onrendabel werk? Tijd die ik aan winstgevend werk had kunnen besteden. Hoeveel tijd heb ik besteed aan onrendabel werk, tijd die ik aan winstgevend werk had kunnen besteden? 21e vraag. Hoe kan ik mijn tijd beter indelen en mijn gewoontes zo veranderen dat ik het komende jaar efficiënter kan werken? 22e vraag. Heb ik me schuldig gemaakt aan gedrag dat mijn geweten niet goedkeurde? 23e vraag: Op welke manier heb ik meer en betere diensten verleend dan waarvoor ik werd betaald? 24e vraag: Ben ik oneerlijk tegenover iemand geweest? En zo ja, hoe? 25e vraag: Als ik mijn diensten had moeten afnemen, mijn eigen diensten, zou ik dan tevreden zijn geweest? 26e vraag. Is mijn werk nog steeds mijn roeping? En zo nee, waarom niet? 27e vraag. Zijn de afnemers van mijn diensten tevreden over me geweest? En zo nee, waarom niet? 28e vraag. Ten slotte, wat is mijn huidige score op de basisprincipes van succes? Napoleon Hill schrijft verder. Nu bent u klaar om een praktisch plan op te stellen voor het aanbieden van uw diensten. We hebben in dit hoofdstuk tot dusver de volgende onderwerpen uitvoerig beschreven: De relevante principes voor de verkoop van diensten, inclusief de voornaamste eigenschappen van een leider, de meest voorkomende oorzaken van mislukt leiderschap, de omstandigheden die gunstig zijn voor een leider, de belangrijkste oorzaken van mislukking op elk gebied van het leven. En een lijst van vragen die van belang zijn bij zelfanalyse. De volgende alinea heet Waar en hoe u kansen kunt vinden om rijkdom te vergaren. We genieten van een vrijheid van denken, vrijheid in de keuze van onderwijs, vrijheid van godsdienst, politiek, vrijheid van onderneming of beroep. Vrijheid om alle bezittingen die we kunnen verzamelen, te vergaren en te behouden zonder gedwarsboomd te worden. We hebben de vrijheid om te gaan wonen waar we willen. Vrijheid om te trouwen met wie we willen. Vrijheid om te reizen waarheen we willen. En vrijheid in de keuze van voedsel. En we hebben de vrijheid om te streven naar welk levensdoel dan ook. dat we onszelf hebben gesteld. Nou, dat is best mooi, hè? De vrijheden die Napoleon Hill hier op één reis zet. om te beseffen hoe vrij jij bent. en hoeveel vrijheid jij hebt. Om rijkdom te vergaren en hoeveel vrijheid jij hebt om wat voor levensdoel je jezelf dan ook hebt gesteld te gaan bereiken. De volgende alinea heet: Het wonder dat deze zegeningen heeft voortgebracht. De zegeningen bedoelt Napoleon heel mee, al die vrijheden die jij net noemde. Het kapitaal heeft deze zegeningen voortgebracht. Kapitaal bestaat niet alleen uit geld. Maar ook en vooral uit goed georganiseerde, intelligente groepen mensen, die manieren bedenken om geld efficiënt in te zetten ten gunste van de bevolking en om er zelf beter van te worden. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappers, chemici, onderwijzers, uitvinders, economen, reclamemakers, vervoersdeskundigen, accountants, juristen, dokters, en specialisten op elk gebied van de industrie en het zakenleven. Ze pionieren, experimenteren en verrichten baanbrekend werk. Ze steunen universiteiten, ziekenhuizen, scholen, bouwen een goed wegennet, geven kranten uit, betalen de meeste belasting en houden zich bezig met details van uiteenlopende aard voor de vooruitgang van de mensheid. Kortweg gezegd zijn de kapitalisten de hersenen van de beschaving, want ze leveren de materie waaruit alle kennis, verlichting en beschaving is opgebouwd. Geld is het belangrijkste bestanddeel van de beschaving. U kunt een aardig idee krijgen van het belang van georganiseerd kapitaal door u voor te stellen dat u zonder enig kapitaal een eenvoudig ontbijt aan uw gezin moet zien voor te schotelen. Voor de thee zou u een reis naar China of India moeten maken, wat een heel eind weg is. Tenzij u uitstekend kunt zwemmen, zou u behoorlijk moe worden van de reis. Dan zou zich een nieuw probleem aandienen. Stel dat u de tocht zou overleven, wat zou u als betaalmiddel gebruiken? Voor de suiker zou u weer een stuk moeten zwemmen, naar Cuba bijvoorbeeld. Of moeten lopen naar de suikerbietenakkers in Utah. Maar dan nog keert u misschien zonder suiker terug, omdat voor de productie van suiker georganiseerde inspanning en geld nodig zijn. Dan zwijgen we nog over wat er allemaal bij komt kijken om de suiker te raffineren, te vervoeren en ergens in de Verenigde Staten of waar dan ook de wereld op een ontbijttafel te kunnen zetten. Eieren zou u gemakkelijk op een boerderij in de buurt kunnen halen, maar het zou een hele wandeling zijn naar Florida en terug om grapefruitsap te kunnen serveren. Voor tarwebrood zou u opnieuw de wandelschoenen aan moeten doen om naar Kansas of een andere vruchtbare staat te gaan. Gedroogd graan zou op het menu niet voorkomen, want daar zijn machines en mensen voor nodig. En zonder kapitaal zijn die niet ter beschikking. U kunt ook nog een zwemtocht ondernemen naar Zuid-Amerika om een tros bananen op te halen. Op de terugweg kunt u bij een veehouder langsgaan om boter en melk mee te nemen. Zie zo, uw gezin kan gaan zitten en van het ontbijt genieten. Lijkt absurd, niet waar? Maar als we geen kapitalistisch stelsel hadden, zou dit de enige manier zijn om die paar levensmiddelen op tafel te krijgen? De financiële hoeksteen van ons leven heet de volgende alinea. De hoeveelheid geld die nodig is om de spoorwegen en schepen te bouwen en te onderhouden voor het vergaren van een simpel ontbijt is zo groot dat we ons daar niets meer bij kunnen voorstellen. Het loopt in de miljarden dollars, om nog maar te zwijgen van de duizenden werknemers voor het bemannen van de treinen en schepen. Het vervoer is maar één aspect van de moderne westerse beschaving. Voordat er iets te vervoeren valt, moet er iets op het land groeien of worden gefabriceerd voor de markt. Miljoenen dollars zijn nodig voor machines, gereedschap, opslagruimte en salarissen voor miljoenen werknemers. Schepen en spoorwegen komen niet spontaan uit de grond en werken niet volautomatisch. Ze vormen een antwoord op de behoeften van de beschaving en komen tot stand door de inspanning, de intensiviteit en de inventiviteit en het organisatievermogen van mensen met fantasie, geloof, enthousiasme, besluitvaardigheid en doorzettingsvermogen. We hebben het over kapitalisten. Hun drijfveer is het verlangen om te bouwen, iets tot stand te brengen, te presteren, nuttige diensten te verlenen, voordeel te behalen en rijkdom te verwerven. Zonder hun diensten zou er geen beschaving zijn. Daarom komt de rijkdom vanzelf op hen af. Om de zaak eenvoudig en begrijpelijk te houden, voeg ik eraan toe dat die kapitalisten de self-made men zijn, over wie de meesten van ons veel hebben gehoord en gelezen. Het zijn de mensen die door lieden van bedenkelijke allooi en verdachte politieke voorkeur worden afgeschilderd als uitbuiters. Ik wil hier overigens geen propaganda maken voor of tegen een groep mensen of een bepaald economisch stelsel. Het doel van dit boek, een doel waaraan ik mezelf vol overgave ruim een halve eeuw heb gewijd, is de meest betrouwbare filosofie te verkondigen waarmee mensen geld kunnen verdienen in elke hoeveelheid die ze willen.